Hallo. Ik denk dat wij even moeten praten. They say that I'm a warrior, so what you say about me? Baby, I'm a champion, no matter what you say about me. Baby, I'm a soldier, so what you say about me? Baby, I'm a champion, no matter what you say about me. They say that I'm a warrior. If I just dedicate my life to the game, I aim for the sky and I walk through fire. If you give me one shot, I'ma take it. If you give me two more shots, I'ma make it. I'm gonna destroy this, I'm gonna own this. You better catch me if you can. You better catch me if you can. If I fall, I'm gonna rise. Like a phoenix, I'll fly. They say that I'm a warrior, so what you say about me? Baby, I'm a champion, no matter what you say about me. They say that I'm a warrior, so what you say about me? Baby, I'm a champion, no matter what you say about me. Hallo, wie ben jij? Hallo, ik ben Anna Maria. Ik kom uit Romania. Ik ben leerling in Ocan College Journey. Goeiedag, wie ben jij? Goeiedag, ik ben Mahmoud. Ik ben 15 jaar. Ik ben 1 jaar hier in België. Ik studeer Nederlandse taal en ook een beetje verschillende taal. En ik studeer bij Ocan. Mijn naam is Sirak Tesvoldet en ik kom uit Eritrea. En ook ik ben 17 jaar. Sasha. Ik ben 16 jaar, ik kom uit Oekraïne. Hallo iedereen, ik ben Monser, ik kom uit Afghanistan. Ik woon in België, in Kokzijde. Ik ben Anne, ik kom uit Oekraïne, ik ben 13 jaar. Wie ben jij? Ik ben Christan Sloveren, directeur van Talentis Campus College Veurne. Hallo, ik ben Abdullah Mouzada. Ik ben Sama, ik kom uit Palestina en ik ben leerling van Ocan College Veurne. Ik ben Edwin. Ik ben 13 jaar. Ik kom uit El Salvador. Hallo iedereen. Ik ben Khalid. Ik kom uit Afghanistan. Hallo, wie ben jij? Ik ben Razan. Ik ben Zakaria Mijngeel. Goedemiddag. Mijn naam is Marike Uzeel. Ik ben leraar in de Ocan-klassen hier in het college in Veurne. Ik ben een heel tevreden leerkracht in de Ocan-klassen. Zij zorgen elke dag voor een enorme uitdaging. De ene dag gaat dat heel vlot en de andere dag is dat met iets rodere wangen. Maar elke dag is een avontuur met de Ocan-leerlingen. Ik ben Asif, 15 jaar, in Afghanistan. Hallo, ik ben Evelien Messiaen en ik geef les in de Ocan-klas in het college van Veurne. Hallo iedereen, ik ben Khalid, ik kom uit Afghanistan. Ik ben Inam Gogani. Wie ben jij? Ik ben Mieke Geuses en ik geef les hier in Ocan. Ik ben vaste
leerkracht Nederlands van het OKAN-team. En ik geef met heel veel plezier en heel veel liefde les aan de jongeren van OKAN. Het is een zeer, zeer mooie ervaring. Ik ben heel blij. Ik ben heel trots op alle leerlingen. Zij komen van overal in de wereld, komen zij hier neergestreken. Ze hebben allemaal een verhaal. Mijn mond valt bijna elke dag open van de verhalen die de leerlingen vertellen. Maar, oh, wat kunnen wij veel van hen leren. Zij zijn zo sterk, zij zijn zo krachtig, zij zijn zo veerkrachtig. We kunnen veel van hen leren. En ik vind het een hele eer om met deze jonge mensen op weg te gaan, een stukje op weg te gaan, naar hun toekomst hier in België. Ik ben Suman Shinasa, ook een leerling. Hallo, ik ben Ruhid Ahmadi. Ik kom uit Afghanistan, ik ben Afghan en ik ben 16 jaar oud. Ik ben leerling van collega Werner. Ik woon in Fidelselkoekzijd. Hallo. Hallo. Wie ben jij? Ik ben Karen Peters en ik ben leerkracht natuurwetenschappen en biologie in het college in Veurne. Ik ben Saria, ik ben 18. Ik kom uit Turkije, maar ik ben half Kurdisch en half Armeens. Hallo Subhan. Ik ben Dries Kloets en leraar project in OKAN College Veurne. Mijn eerste Nederlands woord was goeiemorgen. Mijn eerste Nederlands woord was dank u. Mijn eerste Nederlands woord is alstublieft. Mijn eerste Nederlands woord was, dat is een beetje grapje, maar ja, dat was vloeken en wat verdomme. Dat is mijn eerste woord in Nederlandse taal. Ik. Mijn eerste Nederlands woord is wablieft en mijn eerste Frans woord is bonjour. Mijn eerste woord in Nederlands is sowieso. Mijn eerste Nederlands woord was brood. Jouw eerste les in OKAN-klas? We gingen aan de slag koken groentesoep. En dat weet ik ook nog, mijn eerste lessen waren in de winter. We hadden groentesoep. Het was een uitdaging. Ik moet zeggen, sommige van hen konden echt al heel goed snijden. Ik zeg altijd voor mijn hotelschoolleerlingen, voeding verbindt, maar door eten leer je kleuren in het begin in het Nederlands, de kleuren. Leer je smaken, leer je proeven, leer je vormen. Dus eigenlijk zit daar heel veel in. En aan het einde van de les hadden we een kop warme soep, waar je dus hen enorm gelukkig mee maakte. De derde les weet ik ook nog altijd, dat was voor velen een eerste keer en zijn we hier in Veurne. Gaan schaatsen om zich recht te houden op de piste, sneeuw, schaatsen. Ik moet zeggen, we hebben er hilarische beelden van die ik me nog altijd zal blijven onthouden. Mijn eerste Nederlands woord is alsjeblieft. Mijn eerste Nederlands woord is ik ben. Mijn eerste Nederlands woord was alsjeblieft. En zo, ik was in Brussel. In Brussel ik ook leren zo'n woorden, zo merci, merci beaucoup, bonjour, bonsoir, zo woorden. Dat is Nederlands was hello, hoe gaat het, zo alsjeblieft, thank you wel. Mijn eerste Nederlands woord was dank u. Zo bonjour, bonsoir, merci, dat is woorden. Comment tu t'appelles? Ça va, merci beaucoup, enchanté, Dorian, zo worden ik leer. Ik ben 1 jaar en 3 maanden in België. Ik ben al bijna 1 jaar in België. En hoe gaat het? Ja, het is leuk in België. Ik vind het echt leuk. Leven met de mensen. Ik ben 1 jaar in België. Monsif, wat vind jij van prinses Elisabeth van België? Oh, meneer,
Dat is moeilijk. Ze is heel moeilijk. Echt waar. Ik heb gezien de foto van Elisabeth in de klas. Echt moeilijk. Hij is echt moeilijk. Maar ik weet niet. Moest zij nu hier zijn? Wat zou jij zeggen tegen prinses Elisabeth? Ik zeg hem... Hallo. Alles goed? Om dat tijd, ik denk ik een beetje zo... nervous. Ik weet niet, ik vergeet alles. Alleen... Ik zie haar... Dat is... Wat vind je dan minder aan België? Het is heel koud. Ja... Altijd het regen is heel koud. Wat vind je lekker om te eten hier? Ik eet graag in België frietjes, is heel goed. België is heel veel koud. Regen is heel veel koud. Wie is de beste Belgische voetballer? De Bruyne, Kevin De Bruyne. Ik graag. Natuurlijk, ik graag, omdat... Ik gezien de wereld nu. Geloof me, meneer. Ik was in zo... Week, grow up. Wat betekent dat? Opgroeien. Ik opgroeien in zo kamer. Vier muur. Ik heb geen gezien wat gebeurt buiten. Ik heb geen informatie over dat. Hoe is de wereld? Hoe is de mensen? Wat? Ik weet niet, meneer. Wanneer ik kom België, ik studeer heel veel. Respect van de mensen. Praten van, spreken van de mensen. Dat is heel veel goed voor mij. Chakra. Asiel aangevraagd in West-Vlaanderen. Het is een moeilijke procedure. En de integratie met West-Vlamingen loopt zeer moeizaam. Zij verstaan mij niet. En ik versta hen niet. Hoe is het om les te geven in Okan? De max. Ja, dat is heel goed. Want de leerlingen zijn altijd vriendelijk. Zijn elkaar helpen. Zo, dat is echt goed. Hoe is het met de leerlingen van Okan-klas in je klas te hebben? Ik vond dat eigenlijk wel een verruiming om Okan-leerlingen in de klas te hebben. Dat waren eigenlijk altijd brave, rustige leerlingen die de les aandachtig meevolgden. Het bleek wel niet altijd zo gemakkelijk te zijn als ik dan achteraf vroeg aan hen. Wat vond je van de les? Heb je alles begrepen? Dan vonden ze het wel moeilijk, omdat in biologie en natuurwetenschappen er heel specifieke begrippen gebruikt worden. Wat is het verschil tussen Okan-klas of... Ja, het verschil tussen de Okan-klas en de gewone onderwijs. Voor mij was alle twee leuk en is leuk. Maar vind ik helemaal het verschil tussen de Okan-klas en de gewone onderwijs. Dat is die... niet helemaal de regels, maar wel tijdens de les of over de lessen. In Okan-klas kreeg je bijvoorbeeld gewoon de basis om te kunnen met mensen communiceren. Hoe kan je zo communiceren, iets luisteren, begrijpen en praten met de mensen. En in gewone onderwijs kreeg je wel, kan je je taal ontwikkelen en daarbij ook een andere taal, Frans of talen, Duits en Frans, Engels. En in Okan-klas kreeg je gewoon lessen over het Nederlands, om te kunnen je Nederlands ontwikkelen. Hoe is het om les te geven in Okan? Heel leuk. Eerste keer voor de klas, eerste keer Okan. Wat was je gedacht toen je buiten kwam? Chaos.
Maar op een duur begin je toch die leerlingen te kennen en zijn ze heel lief. Zijn ze heel leergierig. Wat doe je nu? Nu, ik ben bezig in gewone onderwijs. Wel, ik was vroeger in Okan-klas hier in College Veurne. Ik heb bijna 1 jaar hier in College Veurne gestudeerd om te kunnen verder Nederlands leren. En nu ben ik deurgestoord geworden bij de leerkrachten. En nu studeer ik in Anousiata in 4e middelbaar bedrijf en organisatie. Hoe zie je Okan-klas na de Okan? Ik hoop dat we de Okan-leerlingen voldoende Nederlands kunnen bijbrengen in het jaar of iets langer dat ze hier op Okan in school zijn. En dat ze op die manier ook een mooie toekomst kunnen uitbouwen in het onderwijs om een mooi beroep te kunnen uitoefenen later in de maatschappij. En ik hoop dat iedereen daarin kan slagen. We moesten samen in een bootje en het water, het was nacht. Ik was bang. Wanneer ben je bang? In Brussel, in België. Toen ik Afghanistan naar België kwam, ik was in Brussel heel bang. Omdat want daar is alles donker. Het is koud, er is niemand bij de straat. En ik een keer probeerde om te gaan, om een beetje kijken wat is hier. En daar is achter Brussel Noord, gewoon op de straat slapen een beetje slechte mensen. En toen ik zie en ik was bang en ik ga terug naar Brussel. Station in de Noord. En de tweede, dat ik ben alleen in Brussel Noord. Tot hier, Afghanistan, tot naar België, wanneer ik kom. Er is iemand dat mij altijd helpt. We zijn op de groep. Maar in Brussel, ik was alleen. Gewoon op mezelf en niemand mee. Ja, soms ik ben bang van toekomst dat ik weet niet. Maar wat is je droom nu? Nu, ik wil eerst met mijn familie leven en ik wil film maken. Hoe was je toch naar België? Wat is er gebeurd hier allemaal? Het was echt een gevaarlijke reis en ook een lange reis. Ja, en, ik was heel bang onderweg. Omdat de politie, ik was bang van de politie van Turkije, Bulgarije, Griek, van alle drie. Maar de politie van Griek is echt gevaarlijk. Wanneer ze pakken, ze pakt mijn kleren, geld, boekentas, jassen, schoenen. Ze brengen me naar een speciale kamp, ze noemen dat sexy kamp. Mm-hmm. Daar, ze pakt alles, van alles dat je hebt. Ja, en dat is echt niet leuk. Ik was bang wanneer ik ga naar Belgium en de Rusland in het bombarderen Oekraïne. En ik denk wat ik dood en kan niet meer gezien mijn familie. Wat zou je graag willen veranderen in de wereld? Geen problemen, geen oorlog en vrede. Vind je niet blok? De racisme. Toen ik kleine jongen was, ik wilde piloot worden. Waar was je bang voor toen je naar België kwam? Ik was bang wanneer ik besef dat mijn leven veranderd is. Wat waren je dromen toen je kind was? Mijn droom was voetbalanalyse. In Turkije leven was hard, moeilijk. Omdat ik kan niet mezelf zijn. Ik kan niet zeggen dat ik ben half Armeens. Of dat is mijn droom. Ik was niet blij. Wie is grootste vijand van de mensen? Poetin. Dat is een grote probleem. Toen ik naar België kwam, ik bang geworden. Toen ik was
in Hongarije. Moeten we passeren de hek van Hongarije. En als we passeren de hek van Hongarije, daar was de politie. En als we passeren daar en de politie was weten, er is de mensen en ze zijn gekomen direct. En ze zijn willen ons oppakken en slaan ook en dan naar de gevangenis gaan. Want ze zijn, we zijn zo een beetje bang geworden. Ja, de derde vraag. Wat waren je dromen toen je klein was? Ja, toen ik klein was, ik was de dromen zo. Een goede cricketspeler worden. Maar nu ben ik in België, ik wil iets anders te doen. Ik heb te veel dromen, maar nu ben ik in België, ik wil met helemaal dromen waar maken. En de laatste vraag, wat wil je later worden? Ja, dat is een goede vraag. Ik wil later, ik heb drie keuzes. Ik wil, de eerste is sociaal assistant. De tweede is apotheker en de derde is verpleegkunde. Ik was heel bang in Palestina, ook in België, omdat we komen met de boot. We zitten in de boot 3 dagen. Het was koud, het was geen eten, geen drinken. En ik was heel bang. Ik ben wanneer oorlog start, omdat ik denk. Ik dood of mijn familie dood en ik niet zie mijn familie. Voilà, is je droom nu? Ik droom van ik terug naar Oekraïne omdat mijn familie in Oekraïne. Fără război. Ni vini. No war. Lele harp. Hin urloch. Wat is de verschil tussen koppels in Palestina en koppels in België? Ik denk dat de verschil is dat in Palestina, als je hebt een liefje of je graag iemand, je moet met hem trouwen. Maar hier, je mag samen wonen en niet trouwen. Wat is God voor jou? God voor mij is iets belangrijk op mijzelf, omdat toen ik Afghanistan naar België kwam. Ik heb alles verloren. Alles. Mijn ouders, mijn broer, mijn zus. Maar God, ik heb altijd bij. Vind je het raar dat sommige meisjes in België een hoofddoek dragen en andere niet? Nee, ik vind het niet raar. Omdat ik weet dat andere meisjes van andere religie, zoals christendom en anders, moeten niet hoofddoek dragen en wij zijn allemaal hetzelfde. Ik wil graag iets zeggen tegen al mijn OKAN-leerlingen. Ik hoop voor jullie dat jullie één voor één een prachtige toekomst tegemoet gaan. Waar jullie de kansen krijgen waar jullie recht op hebben. Maar waar jullie ook de kansen grijpen die voor jullie worden aangeboden. Jullie zijn één voor één sterren. Jullie maken onze dag heel vaak supergoed en ik vind het een schitterende job om voor jullie leraar te mogen zijn. Eerst, ik moet bedanken mijn leerkrachten. Zij hebben veel moeite met mij gedaan om te kunnen verder studeren en verder iets leren. En ook denk ik wel tegen mijn klasgenoten en de leerlingen, maar ook aan klas. Want ik heb veel ervaringen gekregen van mijn klasgenoten, veel dingen. Ik kan je dromen hebben, ondanks je afkomst. Omdat er is een oplossing voor elke situatie. En als je wil iets genoeg, je kan vinden een oplossing. Mensen moeten of respect voor andere mensen. Ze zijn komen van buitenland. Ze zijn in hier en ze zijn respecten. Alleen respect is heel belangrijk voor andere mensen om te leven hier.
Ja, dat is... En heel veel zeggen sorry en thank you. Dat is heel veel belangrijk. Nooit... En wanneer je zegt sorry en thank you... En ik geloof dat nooit je probleem komt in je leven. Geloof me, dat is eerst altijd blij, altijd. Geen verdriet, geen stress, ik denk zo. Jullie over 10 jaar. Ik hoop dat jullie goed je Nederlands leren, dat jullie goed Nederlands kunnen, want dat is de sleutel om in onze maatschappij mee te kunnen draaien. Maar ik hoop ook zo dat jullie je geluk gaan vinden. Dat je kan worden wie dat je wil worden, wat dat er in jou zit. Dat je een mooie opleiding mag volgen, dat je mooi werk mag vinden. Dat je fijne vrienden, fijne warme vrienden mag tegenkomen. Wat wil jij veranderen in de wereld? Geen racisme en geen problemen. Dank je wel! #Okan. Wie is de beste voetballer? Ronaldo of Messi? Cristiano Ronaldo, altijd. Tot morgen, dankjewel. Zing ons van. Tot maandag, meneer. Tot volgende week. Yeah! Dat is de beste leerlingen van België. Prinses Elisabeth. Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived? In what you believe, 'cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord, heaven's above. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Don't ask my opinion, don't ask me to lie, and beg for forgiveness for making you cry. For making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord, heaven's above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man.
I do what I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me.